Waar vind jij dat je zelf heel goed in bent? Nou, ik vind mezelf best wel grappig. Spoonk in de kunst. In deze nieuwe serie Spoonk ga ik op zoek naar Spoonk in de Overijsselse kunst en cultuur. Spoonk is een woord bedacht door Pippi Langkous die ervan overtuigd is dat het bestaat. Ja, maar ik weet niet hoe het heet. Spoonk. Ik denk dat ik dat zelf verzonnen heb. Wat heb je zelf verzonnen? Nieuw woord. Wat dan voor een nieuw woord? Zeg het dan. Spoonk! En zo eigenwijs is onze zoektocht ook. Spoonk met een C. De C van cultuur en de C van eigenwijs. 9 portretten in deze eerste serie van powervrouwen die hard werken aan dat wat ze het liefste doen. Dit is Aniek Stokkers. Ze is actrice en geboren en getogen in Haaksbergen. Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle en bij de HB Acting Studios in New York. De afgelopen 10 jaar deed ze voorstellingen met Theater Gnaffel. In regie van en samen met Eloud Hol, Mark Haaiema en Joep Onder de Linden. Ze speelde bij Theater The Young Ones en maakt jeugdtheatervoorstellingen bij Stichting De Grote Haai. Af en toe maakt Aniek ook een uitstap naar film en tv. Zo is ze onder andere te zien in De Beentjes van Sint Hildegard als schoondochter van Herman Vinkers en Johanna ter Stegen. De afgelopen maanden was ze te zien in de spannende weg naar de finale van Holland's Got Talent met de voorstelling Poppetje van Papier, samen met Dennis de Groot en Christian Koetsier. Maar nu eerst strijken we neer in Zwolle. Een stomme vraag. Ja. Of misschien wel een leuke. Waar vind jij dat je zelf heel goed in bent? Nou, ik vind mezelf best wel grappig. Dat is echt super stom om te zeggen, maar... Of nou ja, laat ik zeggen, ik vind... Ja, ik merk wel als ik op toneel sta of improviseer of zo, dat mensen vaak moeten lachen. Ja. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. En timing vind ik heel leuk. En op het moment dat je het doet, vind je het zelf ook leuk. Ja, ja, heel erg. Ja, en dan, ik weet niet, ik vind humor ook gewoon een hele fijne manier om van alles duidelijk te maken. Dus dat is voor mij ook een hele fijne vorm om mee bezig te zijn. Ja. En ja, ik vind dat ik dat wel een beetje... En humor is nogal essentieel, hè? Ja, zeker. Vooral ja. Als dingen lastig zijn. Ja. Ja, het is een hele mooie manier voor zowel hele leuke dingen als ook hele vervelende dingen. Ja. We zijn bij Theater Gnaffel, het unieke poppentheatergezelschap van Eloud Hol. De plek waar Aniek ooit stage liep en een vliegende start met haar carrière maakte. Eloud Hol is de geestelijk vader van dit soort poppentheater. Wat zag jij in Aniek? Dat is een vraag. Ja, ik heb haar sowieso heb ik haar gezien in een afstudeerproject van Crystal. Crystal Hakvoort. En toen speelde ze dus ook al een pop. Ja, wat ik het mooie vind van Aniek is dat je bent een natuurtalent. Een popspeler kan je niet zomaar. Jij bent wel een beetje de Nestor, hè? Ja. Van dat poppenspelen. Ja. Wat kan zij dan, wat zie je dan in zo'n jonge actrice? Nou ja, in ieder geval dat als zij de pop in de handen heeft, dat ik dan me totaal geen zorgen maak dat die pop ook tot leven komt. Als je met de rug naar het publiek staat, of de pop staat, met een achterhoofd van een pop is niet interessant. Dus je moet de hele tijd communiceren met de pop. En dat is voor mij een heel natuurlijk ding. En voor Aniek ook. Ja. Het zit zeg maar in je. Maar dat wist jij niet dat je dat had? Nee, toen niet. Nee, ik wist wel dat ik een heel fysieke speler ben, dat wel. Dus dat ik wel mijn lijf graag inzet en dat wel vanzelf gaat. En dat is natuurlijk bij popspel ook heel belangrijk. Ja. Dat wist ik wel, maar nee, dat poppenspel. Nee, het was dat ik in het derde jaar liep ik toen stage hier bij jullie. Ja. En dat was eigenlijk ook een beetje toeval. Ik dacht, oh ja, die groep,
En toen leerde ik dat helemaal kennen. En dus het is nooit een bewuste keus geweest van, oh, daar moet ik iets mee. Maar dat is een soort van ontstaan. Wij houden van de pop. Dus daar zit meteen een soort van, is dat schizofrenie of zo? Maar een soort totale commitment na zo'n pop, dat het dus een levend iets is. Wat heeft een pop nodig? Een goede uitstraling. En je moet ook altijd van zichzelf houden. Maar je moet eigenlijk gaan kijken, zo van een pop die transformeert niet in een rol, maar een pop is de rol. Nou, wat is hij dan? En wat een pop nodig heeft, is een soort van directheid. Die gaat niet zeggen van ik ga opstaan, maar die staat op. Of die wil graag een kopje koffie en die zegt niet ik wil een kopje koffie, maar die pakt het kopje koffie. Dus er zit heel veel vanuit beweging, vanuit een beweging handelt die. Mm-hmm. Welke rol moet zij nog een keer spelen? Wauw. Ik vind haar een ontzettende komische speler ook. Ja. Ja, dus ze kan heel snel schakelen. Dus het zou een rol moeten zijn waarin... bijvoorbeeld dat van... hoe heet die acteur ook die op een gegeven moment zijn moeder ook speelt? Een vriend van Ramses Shaffi was dat. Hele bekende acteur. En die zit dan, ja moeder. En hij speelt ook, moeder, u moet nog echt gaan zitten. Ja hè, ik moet echt. En die schakelingen, en dat was gewoon één monoloog. Ja, dat kan zij ook. Ja. Nou ja, ik kwam laatst in de supermarkt en toen zei ze, dag meneer Gnaffel, zei zo'n vakkenvuller. Ik zeg, goh, ken je mij? En toen keek hij me aan en zei, ik ben daarmee opgevoed. Ja. Hoe is het om terug te zijn? Heel leuk. Heel leuk. Ja, het voelt heel erg als een groot deel van wat toen allemaal aan de hand was. Heel leuk. Zo'n dag als vandaag, hè? Want we gaan naar allerlei plekken en dan kijk je een beetje terug. Ja. Hoe is dat? Heel leuk. Ja, en ook dat je denkt, jeetje, er is veel gebeurd en veel gedaan ook wel. Dus dat... En kom je ook nog, zeg maar, nu vandaag kom je dan ook andere dingen tegen waarbij je dacht, oh, vergeten of ik wist niet meer hoeveel impact dat eigenlijk had. Ja, nou het is überhaupt grappig om als je, je gaat natuurlijk heel erg terugdenken aan die tijd en zeker ook op Artes, daar was ik zo jong, net 18 toen ik daar begon. En dan denk je, oh jeetje, wat je toen ook wist van de wereld of zo, hoe weinig eigenlijk. Ja. En hoeveel ik heb geleerd en mezelf heb ontwikkeld en ook gewoon als mens ben gegroeid, dat is heel erg wat me bijblijft nu. Dames en heren, welkom achter de schermen, welkom backstage bij Poppetje van Papier. Kom maar mee. Ja, kom. Kom maar. Kijk, het huisje, de zaal, nu nog leeg. We zitten hier dus in het huisje. Wat ben je aan het doen, ja. Dit is het huisje van het poppetje, dat we net helemaal met papier bekleed. Alle rollen staan helemaal goed, alle merkjes voor het... Bootkaas en eierenspel zijn gemaakt en nu moeten alleen de prullenbakken moeten nog geprepareerd worden. Ja. En dan gaat het vooral... Paletten. Ja, is prima. Ja, top. En dat is natuurlijk de beroemde ballon. De beroemde ballon van de famous balloon. En die moet zo geprepareerd worden dat Dennis en Aniek hem moeiteloos op het juiste moment kunnen laten uitglippen. Wat op een muzikale cue gebeurt. Nou, wij gaan nog even voorbereiden en tot later. Bye. Nu eerst eens even naar de plek waar het allemaal begon. De Artes Hogeschool voor de Kunsten. 2006 tot 2010. Dus 10 jaar afgestudeerd al. Oh, ja. Wow, je hebt al zoveel gedaan. Ja, eigenlijk wel. Hoe was jouw tijd hier?
Ja, heftig. Intens. Oh ja? Wel niet, niet negatief hoor, maar veel veranderd, veel gebeurd in mijn leven. Je verandert als mens? Ja, heel erg. Ja, ja, dat heeft die school wel echt gedaan, ja. Nou, even lekker mondkap op. Wat een mooi gebouw is het, hè? Mooi, hè? Oh, misschien hang ik hier nog. Denk het wel. Ja, deze. Kijk. Jeetje. Oh, die foto wat erg. Waarom? Ja, mooi. Ja, zo lang geleden. Wat geinig zeg. Wat staat er nou op voor speciaals dat je denkt van, oh ja? Oh ja, mijn scriptie over cabaret. Ik was toen nog helemaal into cabaret en humor en hoe dat werkt en zo. Nou, is toch ook wel een wezenlijk onderdeel geworden. Hier, nou, een quote van Herman Finkers. Wat? Welke quote? Ik zei meteen, ja, maar ik doe toch geen cabaret? Toen zeiden zij, nou, het is toch om te lachen? Toen zei ik, ja, het is wel om te lachen. En toen zeiden zij, ja, als het om te lachen is, dan is het cabaret. Toen dacht ik, ja, als cabaret om te lachen is, dan kan ik daar wel aan meedoen. En toen ik opkwam, zei ik tegen de zaal, dag, dames en heren van het cabaret. Herman Finkers, wat geinig. Toen ik er bij toeval achter kwam, als ik op een podium sta, dan lukte het me vrij eenvoudig om een verhaal te vertellen waar mensen om moeten lachen. En toen dacht ik, dat leek mij mooi en nuttig werk. Als ik op zo'n manier dienstbaar kan maken door mensen die de hele dag voor te weinig geld te lang in de fabriek hebben gewerkt, om die te laten lachen, dan is dat mooi. Dat was ik vergeten. Heel mooi. Wat was dit dan? De mediatheek hierachter en een gedeelte van het kostuumhok in de oude lift. Wat een fantastisch pand, hè? Oude ja, Sophia, mooi hè? Kijk, het ziekenhuis. Ja. Nou, en dit was onze theaterzaal. Hier hebben we echt... Mogen we daar naar binnen? Ja, volgens mij was deze vrij. Hebben ze voor ons op bezet gezien? Nou, de theaterzaal. Jeetje, hier zijn heel wat bloed, zweet en tranen. Ja, want wij liepen naar binnen en jij zegt, ja, dit heeft echt mijn leven veranderd. Ja, toch echt de overgang dat ik als jonge puber uit een klein Twents dorpje... Uit Haaksbergen, ja. Naar de theaterschool ging. En dat ik daar ineens... echt kennis maakte met een compleet andere wereld en met het leven überhaupt. Dus dat ik ineens moest nadenken over mezelf, ineens moest nadenken over de wereld, me bij alles dingen af moest vragen. En dat was helemaal compleet nieuw. En heel intens en heel heftig en ook heel goed. Want je moest het ook meteen vormgeven door te gebruiken in je zeker, spel? Ja. Of... Ja, we moesten natuurlijk theater maken en kunst maken. Dus dat was alleen maar nadenken van waarom willen we dit maken? Wat heeft het met jezelf te maken? En dat waren dingen, daar had ik dat trok me heel erg, maar ik had daar nooit over nagedacht. Dus hoe had je dan verzonnen dat je dit wilde doen? Ja, ik was denk ik op mijn 12e of zo, ben ik een keer per toeval met mijn moeder ging ik naar het Circus Theater in Scheveningen. Naar een musical. Oh ja? Ja, en toen ben ik echt letterlijk, heb ik zo'n moment gehad dat ik dacht, waar ben ik? Oh ja? Wat is dit voor wereld? Ja, in zo'n grote theaterzaal. En dat ik die voorstelling zag en dat ik compleet echt betoverd was. Dat ik dacht, ik wist niet dat dit bestond. Wat is dit voor omgeving? Wat zijn dit voor mensen? Hier moet ik meer van weten. Dat was echt van het een op het andere moment dacht ik. Nou, dit, ik weet niet precies wat het is. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar dit doet zoveel met mij. Dit moet ik gaan onderzoeken. En heel veel voorstellingen ben ik toen gaan zien. Gewoon heel veel bezoeken. Met mijn ouders in eerste instantie. Mm-hmm. Want het was allemaal ver weg. Dus die moesten dan mee. En ik dacht, nou, moeten we weer met dat kind mee weer. Als ik weer aan het zeuren voor een voorstelling. Ja, en toen alle genres een beetje uitgeprobeerd. Dus wat vind ik dan om te kijken naar musical? Wat vind ik van echt toneel? Cabaret helemaal onderzocht. Oh, humor is eigenlijk, kan je eigenlijk ook heel veel mee. Dat trekt me ook wel. Waar zit hem dat dan in? Ook op mijn middelbare school was het vak drama best uitgebreid. Dus daar heel veel toneel gespeeld zelf. En op die manier dat helemaal wat er binnen mijn mogelijkheden lag op dat moment gewoon onderzocht. Nee.
Bam! Ja, goed zo! Wat is er toch, meisje? Zo ken ik je niet. Nee, dat klopt. Je kent me niet. Je weet niet wie ik ben. Je hebt te lang niet opgelet. Ik ben veranderd. Van braaf in boos. Dit is nieuwe Charlie 2.0. Doe op met dat praten. Nee, niet praten. Ik ben het zat. Het zit me tot hier. Meisje. Ja, ik wijs op mijn kin, als dat je vraag is. Tot daar zit het me dus. Ik ga niks meer zeggen. Ik stop met praten. Vanaf nu 3, 2, 1, gestopt. Charlie, mijn geduld is bijna op. Ja, dat is ook niet gek als je er zo weinig van hebt. Wat? Wat? Wat zeg je daar? Ik hoor je niet. Ah ja. Hangt er hier een van jou bij? Ja. Even kijken of ik hierbij sta. Prettige feestdagen. Aniek Stokkers. Dat is een meme-voorstelling, heel erg fysiek en in beweging. Ja, over hoe niet leuk het ook kan zijn met de feestdagen. En waar we elkaar toch allemaal ook in vasthouden. En het leuke is hier hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt. Ja, die heb je ook gespeeld. Ja, die hebben we net weer gespeeld. Ja. Dat was Shanna's afstudeervoorstelling. En die hebben we altijd in ons hoofd gehouden als jeugdtheatervoorstelling die we nog een keer opnieuw wilden maken. Professioneel. En het verschil was dat het met 25 poppen van Gnaffel was. De wereld vindt Mieke gek. Mieke trekt zich er niets van aan. Ze laat ze maar praten, want wie is er nou eigenlijk echt gek? Oh, wow. Nee. Jij laat zien aan studenten wat mogelijk is. Is dit een onderdeel van een schilderij? Nee, dit is een NASA. Dit is een foto's van met een doosje, daar kun je... Het ziet er heel wonderlijk uit zo met die lichtjes op je gezicht. Zullen we naar Gnaffel gaan? Ja. Of zullen we even naar Odeon gaan? Oh ja, laten we daar eerst even heen gaan. Dat is ook leuk. Odeon. Odeon. De alternatieve deur staat al open. Ja, precies. Alles de coronadeur. Ja. Ja, ik ben hier wel een beetje kind aan huis. Weet jij nog je eerste première hier? Je eerste voorstelling? Ja, dat was Joep, denk ik, van Gnaffel. Oh, echt? Ja, maar dan in het kleine zaaltje. In de Papenstraat. Ja. Ja, dat was denk ik de eerste. Was niet de Domme Holt, nee, maar nog... Nee, nog een... Ja, je moet achteraan beginnen. Ja, je deze komt niet zomaar hier. Dit is zo'n bonbonnière. Ja, dit is prachtig. Mooie zaal. Prachtig. Zullen we een plekje vinden om te zitten? Ja, het leukste is natuurlijk gewoon in de zaal. Dat is toch? Ja. Gaan we vragen. Vroeg me af of het licht aan mag. Dank je. Dank je. Heb je hem nou... Had je hem nou? Lamp aan, lamp uit. Was je nou op tijd? Ja. Deze? Ja. Dus Joep? Ja. In Odeon? Ja. Maar ook Gandhi? Gandhi? Het bos draaft door? Ja. Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt? Ja. Co-productie met Gnaffel? Ja. Nog wat voorstellingen van Theater The Young Ones. Heb ik ook nog gespeeld, ook hier in Zwolle. Dus. Wat vind jij op het toneel? Nu we toch in de zaal zitten. Ja, echt een soort van, dat gaat best wel ver, echt een soort van levensnoodzaak, zou ik het bijna willen noemen. Want wat gebeurt er als jij op het toneel staat? Dan krijg ik een soort heel erg energiek, levende gevoel. Heel erg het gevoel alsof ik leef. En dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, dat voelt heel erg goed. En ook om alles eromheen natuurlijk even een beetje te vergeten. Mm-hmm. Heel erg in het moment te zijn, heel erg op dat moment dingen te voelen. Heel erg intens ook. Omdat in het normale leven kan je makkelijk een bepaalde afstand houden. En het zit ook wel een beetje in mij, zeg maar. Dus, en op het toneel kan ik het dan allemaal. Het is een hele mooie scène. Die zit in het bos, draaft door. Die speel je met Mark Haaienma. Mm-hmm. En dan zijn jullie allebei een soort van rappertjes. Ja. Weet je welke scène ik bedoel? Ja, met Yusuf en Bolle P. En als jij mag kiezen, zou je dan willen dat die boom op mij dondert of op jou? Wat zeg jij nou, man? Op mij, natuurlijk! Ik zal jou toch nooit kunnen missen, man? Jij bent toch mijn douche? Maar wat heb jij aan een douche?
als jij de cel niet meer bent? Wat is dan eigenlijk beter? Misschien lijkt het ene beter van ik wil langer leven, maar dan heb ik jou niet meer. Dus wat heeft het dan voor mij voor zin? Ja. Die omkering zat daarin, ja. En, ja. En als jij het hebt over intensiteit tijdens het spelen, dan kan ik me zo'n scène voorstellen. Ja. Ja, klopt. Omdat het dingen staan natuurlijk niet voor niks in een theater. Dus je denkt daar altijd over na. Dat is altijd met een reden. Dus dat gaat ook vaak over dingen. Het is niet niet zeggend. Ja, maar dus, dat wil jij ook. Ja, zeker. Ja. Je zal maar in zo'n situatie zitten. Ja, wat kies je dan? Ja. Het leert mij ook daardoor heel veel überhaupt gewoon over het leven. Dan kan ik daar dan thuis later over nadenken. En dan denk ik, jezus, ja. Ik bedoel, jeetje. Ja. Wat vind jij echt het allerleukst? Ja, dat vind ik heel lastig om één ding te kiezen. Ik vind sowieso altijd met elkaar iets van kunst maken. Dat is eigenlijk denk ik altijd aan de hand. En of het nou dan een act is van 2 minuten voor Hollands Got Talent of een hele voorstelling. Daarin heb ik denk de ene keer weer die voorkeur en dan weer de andere. Maar gewoon het creatieve proces om met elkaar zoiets moois te mogen maken waar dan anderen naar kunnen kijken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel een soort rode draad constant. Ja. En wie oogst dan meer lof? Wie is dan beroemder? Jij of het poppetje? Of de pop? Het poppetje. Want het kan dus zijn dat mensen jou wel zien, maar niet zien. Ja. Dus niet weten dat jij het bent. Ja, nou dan heb ik het goed gedaan. Oh ja? Ja, het grote publiek moet het poppetje zien. En dat is ook de titel, het poppetje van papier. Dus dan denken ze aan het poppetje. En dan ja, maar het geldt voor alle voorstellingen die je maakt. Ook die je met Gnaffel maakt. Ja. Er is één uitzondering. Die ontzettend leuke rol die jij speelde bij de beentjes van Sint Hildegard. Ja. Hoe kwam je daar nou? Ja, nou dat was per toeval. Ik werd door allerlei mensen op de casting uitnodiging gewezen. Van, iets voor jou, want je bent Twents. Ja. Ja, je bent en actrice en je komt uit Twente. Dus dit is de combinatie voor jou. Ja, maar een film, had je dat al eerder gedaan? Nee. Dus het was wel reclames, wel wat dingen op beeld. Maar niet echt zo'n grote film, nee. En hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja? Super vet. Kijk eens aan, ontbijt op bed. Hoe ik dat aan de dag? Wie hebben te vieren? Zo zeg, keel en geneem me nogal. Mooi, hè? Ja, ik ben niet bij de stuur. Mobiliteit meer dan 50%. Je hebt beste soort bij hem kunt. Mij niet, hè? Ik, hè? Ik heb ook nog de uroloog gesproken. Het meisje zei het soort was sorp. Het vlucht hele laboratorium deur. Ja? Ik kon ze gewoon neer onder de microscoop holen. Zo goed te pas waren ze. Wie moest het alleen wat vaker doen. Dat was anders. Nou, dat bent slimmere dingen. Films? Ja, zou ik heel leuk vinden. Überhaupt gewoon camera acteren. Ja, biedt ook weer gewoon hele andere kansen. En is gewoon, de combinatie is heel leuk. Gossie, Mickey, weer zo'n mooi gebouw. Ja. Ja, wat betekent het Gnaffel eigenlijk voor jou? Ja, veel. Gnaffel heeft echt veel betekend in mijn weg naar actrice worden, zeg maar. Ja? En echt die stap maken van naar gewoon landelijk voorstellingen kunnen spelen. Ja, daar zijn zij eigenlijk het belangrijkste in geweest. Ja. Ja. Oh, ze hebben pauze. Hey! Ja, is dat surprise! Oh my god! Ja, we komen even inbreken. Ja, jullie zijn aan het repeteren. Ja, dat is een accessoire. Kom je op televisie of zo? Zou kunnen. Hallo jongens. Hoi. Hey. Wat ben je aan het doen, Aniek? Ik word gevolgd. Oh. Ja. Nou, omdat ik gewoon een heel interessant en leuk persoon ben. Oh, bijzonder. Ja, dus er gaan allemaal plekken af die voor mij belangrijk zijn. En nu zijn we hier uitgekomen. Wat leuk. En nu zijn jullie er ineens. Ja. Je treft het wel, kijker. Ja. Dat vroeg ik me ook af, want jullie doen dat samen. Jullie zijn dan een teampje met z'n drieën. Ja. Maar loop je elkaar niet gigantisch in de weg? Nou, in het begin wel. In het begin wel. In het begin hebben wij elkaar wel eens vervloekt. Maar, zeker. Zeker als je dan iets nieuws moet doen en dan
wil het hoofd wil net de andere kant op. En kijk, wij keken elkaar ook wel eens aan en dachten, nee, dan gaat het hoofd weer. Of ja. Andersom, dan ga ik weer met het hoofd en vergeet ik. Of, nou ja. Zeker als je dingen niet afspreekt en gewoon gaat improviseren, dan heeft iemand een impuls van die kant en die weer naar die kant. En dan denk je, nee, hé, deze kant. Dat gaat wel zeker mis, ja. Maar op een gegeven moment komt het vast te staan en dan kan je perfectioneren en dan klopt het met elkaar. Is de bedoeling. Ja, en nu is het ook wel, als we nu iets met z'n drieën doen en we hebben alle drie onze eigen, we hebben toch een soort van vaste plek, dan volgen we altijd toch wel een bepaald iets, waardoor het nu makkelijker gaat. Ja. Goed op elkaar ingespeeld inmiddels. Ja. En Mark, jij bent nou eigenlijk de grote regisseur, hè, van Poppetje van Papier. Ja. Hoe is dat dan? Ja, heel leuk. Het is een hele lieve groep. Dan met je mond vol. Ja? Muntdrop kun je ook niet zo makkelijk wegwerken. Nee, dat blijft niet te plakken. Nee, ja, het is heel leuk met deze drie mensen. En het is vooral omdat het is beeldend theater. En dat is gewoon, nou ja, elke keer ben je ontroerd als zo'n poppapier dit doet. En denk je, oh, dat is lief. Wel, ja, het is alleen poppapier wat beweegt. Dat raakt je. Dat is gewoon universeel. En dat vind ik heel tof. Ja, en nu wat anders, hè. Ik ben al een tijdje op zoek. Ik kan hem niet vinden, hè. Mijn telefoon. Hè? Oh! Hé, jongens. Ja, hartstikke bedankt. Tot gauw. Zijn er dingen die je anders had willen doen? Ik weet niet of ik op zo'n jonge leeftijd die school had willen doen. Oh ja? Ik denk dat ik er meer uit had gehaald als ik iets ouder was geweest. Oh, maar dat begrijp ik wel. Omdat het was zo, dat was zo'n overgang en ik had zo weinig nagedacht eigenlijk. Dus dat was zo veel voor mij en zo heftig. Terwijl als ik dat nu zou doen, dan zou dat op zo'n andere manier gaan. Maar toch denk ik dat dit misschien wel voor heel veel dingen geldt. Ik kijk ook wel eens naar momenten waarbij ik dacht, oh, als ik nu een jaar in China had gewoond, had ik zeker de taal helemaal geleerd. Ja, en niet alleen maar 300 woorden, bij wijze van spreken. Ja, dat is vaak zo, dat snap ik, ja. Maar toch, ja, die school, zo'n theaterschool, juist waar het ook zo over jezelf gaat. Ja. Had ik denk ik nog wel wat meer uit kunnen halen. Als dat ik doe iets je toch was. Opnieuw, want je bent ook naar New York geweest. Ja. Dat doe je toch nog een keer? Ja, dat is waar. Ik kan altijd gewoon extra lessen. Dat doe ik ook. Dat is sowieso leuk, ja. Ja. Wat moet je nog doen? Wat moet je nog doen? Ik moet nog sketchcomedy doen. Wat is dat? Care Saturday Night Live, yeah? Dat programma, dat. Yeah. En Eloud zei het ook al, en ook dat is ook een soort rode draad, denk ik wel. Ik vind humor gewoon super interessant en leuk. En heel leuk om daar in theater ook wat mee te doen. Dus ja, ik moet nog iets, een soort comedy-serie eigenlijk. Dat moet ik nog doen. Dus dat zit nog in jou, dat borrelt nog? Ja, dat zou ik super leuk vinden. Zou ik echt... En zijn dat dan dagelijkse dingen, zoals het feit dat wij hier staan, die dan vorm in krijgen? Ja, de inspiratie is zeker gewoon het dagelijks leven en hoe mensen zich daarin gedragen. Ja. Oh, yeah. Dat uitvergroten en daar een soort nadruk op leggen en spiegel vind ik mega interessant. En heel grappig ook.